Hallo, ik zeg aan Sherwin. Ik lijk een fashionista today. En wat is jouw reactie? Don't be a hater, don't be a hater. I look good today. I'm feeling myself. Nieuwe lippie gekocht, nieuwe lipstick. Van LA Girl heb ik een hele kleine. Of nee, van LA Colors. Is de kleur Sweet Lips. Het is sweet. Check mijn sweet lips dan, baby. Is heel sweet. Met mijn zonnebril zo. Met mijn oorbellen. En wat gaan we vandaag doen? We gaan twee de oorgaten zetten. En ik vind het heel erg eng. Is iets wat ik al lang wilde doen. Ja. Oké, waarom is het zo awkward? Nee, ik wil al... Zeker 10 jaar wil ik twee oorgaten zetten. Ik vind het niet eng. Nee? Vind je dat niet eng? Nee. Why you always lying? Ik geloof er niks van. Laat me met rust, ik vind het niet eng. Denk ik. Ik heb mezelf gezegd dat het geen pijn gaat doen. Iedereen zegt dat het geen pijn gaat doen. Maar nu wil ik het... Weet je wat het ding is? Ik weet niet zo zeker of ik het nog zo graag wil als ik het wilde toen ik 15 was of 16. Maar gewoon het feit dat ik dingen wil doen om niet... Dingen die ik eng vind wil ik doen. Die niet te vreselijk zijn natuurlijk. Ik ga geen vreselijke dingen doen die ik eng vind. Maar daarom. Dus ik ben benieuwd. Er is een kans dat ik zeg, nee, ik doe het niet. Oké, let's go. Maar ja, laten we voor nu gewoon onthouden that I look pretty good today. I am very proud of myself, of this look. Hey, I look good. I'm feeling myself. Adia? 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 Ik kijk naar iets op je trui. Why are you being a hater? Denk aan, kijk, laat me je zeggen hoor. Er is een vlek op mijn trui hier ergens. Ik weet niet of je het kan zien. En ik vond, ik wil deze outfit aantrekken. Vlek of geen vlek. Want ik weet niet wat er een vlek op mijn trui doet. Want ik heb het nooit aangetrokken. Maar ik vind dat jullie het niet kunnen zien. En hey, wat je probeert ze te wijzen. Of je probeert het te bedekken. Ik was aan het kijken of het er nog was. Oh. Maar I look good today. Hi. We zijn in de stad. Ja, je hebt overal auto's met politieke vlaggen, politieke partijen. Volgens mij is vandaag, ik ga je Adira straks vragen wat vandaag is. Maar volgens mij is vandaag de dag waar de stemdingen worden gebracht. No? Of waar partijen zich opgeven. Politieke partijen zich opgeven. Dus vandaag is blijkbaar voor politieke op Aruba best een grote dag. Zo, spannend hoor. Of ik zie, ik heb het nu toe 3 partijen gezien. Ik heb APP gezien, MEP en POR. Ik kan het niet uitleggen. Ja, Dira, ik kan ze niet goed uitleggen. Wat is het vandaag? Inlevering. Inlevering van de lijst van de politieke partijen. Cool, thank you. Hey mensen, Minerva gaat nu haar tweede oorgaatje zetten. We zijn bijna de plek. Dit is Minerva zonder tweede oorgaat. Kijk, en straks ga je dus zien met tweede oorgaan. Yes. Ik weet nog niet of ik het ga doen. Ze gaat het zeker doen. Ja. Ze gaat het zeker doen. En Minerva. Peer pressure. Say no to peer pressure. It's no peer pressure. It's just positive motivation. Oké, tot zo. Nee! Wat is er? Is het dicht? Oh. Eta sera. Voor de mensen thuis, het is gesloten. Eta sera. Eta sera. Oh. Oké. Okay. Eta sera, het is gesloten. De instroto. Is het design? Design. Dit zijn de oplossingbedenkers. In Pochekita lang. Goed, is het design? A sign for? A sign to not do it? I don't think so. Oké, okay, she don't believe it either? Oké. Okay. Oké, dus zoals je hebt gezien, de ene plek is gesloten. We gaan nu naar een andere plek lopen.
En blijkbaar gaan we dit doen. Toch? I feel okay. What is going through your body right now? Through my body? Ik heb buikpijn, ik poepen. Ja, alleen ik kan through my body gaan poepen. Cut this, please, please. Nee, cut it. Nee, het gaat erin. Maar ja, dat gaat door mijn lichaam. Okay. Ik hoop dat er geen pijn door mijn lichaam zal gaan. Ga je dat niet meer vragen? Goed zo, dat weet je. Oké, ik was helemaal vergeten om te zeggen, kijk eens wat die gaat komen. Fabi kennen jullie ook, die gaan trouwen. Yay! Ik was er tegengekomen, ik was vergeten te vloggen. En hier zijn de geduldige mensen. Oké. Yes, next stop piercings. Oké. Where are these people taking me? Don't worry. This is a much better shop. It's 150 for both sides. $150. How much? $150. Your price is way too high. You need to cut it. Okay, the second try is ook niet goed gegaan. Want zij vragen 150 florin. En die andere zegt dat meestal 15 of 16 florin per oor. En ja, ze hebben wel een hele goede reden waarom ze zo duur zijn. Ze zegt van ze gebruiken geen pistool, geen piercing pistool. Vanwege de risk die er zijn en vanwege dat je infecties kan krijgen. Dus het is wel een beetje eng, maar 150 florin, that's a no for me, dog. That's a no for me. Try number two. Ja. Yeah. Oké, ja, dan gaan we een derde keer proberen. Of we gaan niet proberen, we gaan zien. Stay tuned. Het is nog niet gelukt met de piercings, maar we gaan nu naar een hele sensatie kijken van die politieke partijen. Ik ben benieuwd hoe het hier op Aruba aan toe gaat. Alleen een lijst indienen, dus mij een beetje heer carnaval. Pep. Yes, pep. Ga niet joggen, deze mensen, jullie zijn wel catchier. Oké, het is vele uren later. Mijn lipstick is grotendeels weg. Ik heb gegeten en ik ben moe. En nu gaan we het een derde keer proberen om gaten in de oren te zetten. I'm like, Father, what am I doing? Oké, let's go. Jij hebt hier al besloten. Oké. China, maar ik het nog erger. Kunnen we even bidden? Zullen we even samen bidden? Nee, I'm serious. You think I'm joking? I'm very serious. Oké, ik heb even een vraag. Kan iemand anders filmen zodat Sharon mijn hand vast kan houden? Sharon, handen vasthouden. Just close your eyes, Minerva. No. Oké. Even voordat welke kant gaat het minst pijn doen? Gaat niet pijn doen, het gaat heel snel. I thought the same. Maar het gaat nu gebeuren? Ja. Ik kom er wel relaxed. Ciao. Sorry.
That was the first. Wow. That was the first. Ben je oké? Voelt het wat? Uitademen. Oké, het doet geen pijn, maar schrikken. Minder geleden. Oké. Ja? Het gaat dezelfde pijn zijn, toch? Het gaat niet meer pijn. Nee. Oké, wacht even. Hij gaat aan de andere kant zitten. Geef hem, geef hem. Het is heel mooi. Ja. Take a picture. Klaar. That was it. That's the second one. Wow. Nice. Ietsje meer pijn. Ja? Ja. Maar het is mooi, man. Je voelt de aanwezigheid nice, wel, hè? Nice. Dus geef er een applaus, man, mensen. Goed zo. Brave. Oh no, man. Het is kijken. Is voorbij, ga kijken. Ja, zie je het? Het is wel mooi, man. Maar is het wel aanwezig? Het voelt wel aanwezig. Ja, natuurlijk. Klinkt leuk, ik vind het wel. Ik ben iemand met twee orgaan. Weet je hoe lang ik dit al wilde? Ja. Is goed, kom, we gaan die mevrouw bedanken. Want ze heeft ons wel echt geholpen. Dankjewel. You were really, really patient. Want ik was niet makkelijk. So thank you very much. Mission accomplished. Ja. Ja. Voor mij blij? Ja. En Rosa? Dankjewel dat je me aan te pronen. Minerva heeft een tweede oor gehad. Ga je eerlijk zeggen? Als we even terugkijken hierop. Ik denk ook bij mezelf een beetje. Ik heb het niet eens zozeer gedaan omdat ik moest en ik zo een tweede oor gehad hebben. Maar meer omdat Minerva van vroeger, Minerva van 15, 16 wilde het. Hij heeft eigenlijk voor zich laten. Ja, gewoon wat mensen zeiden, daar heb ik het niet meer gedaan. En ik merk echt dat ik op zoek ben naar verandering. Ik ben op zoek naar een vrij leven. Dag baby? Ja. Ik ben echt op zoek naar verandering en dingen die ik eng vind, wil ik overwinnen. Ik wil niet die dingen niet eng blijven vinden. Dus, I'm proud of myself. Zo, dat was weer onze avontuur vandaag. Na 3 keren is het gelukt. The third time's the charm. Echte in dit geval. Want die ene was dicht, die andere was duur. En toen heeft het heel lang geduurd. Dus we hebben eerst gegeten, alles gedaan en toen naar deze gekomen. En ik vond dat ze aardige mensen waren. Oh, laat een comment achter. Heb jij piercings? Heb jij een tweede oor gehad? Op welke leeftijd heb je het laten doen? Vond je het eng? Denk je bij jezelf van, dit kind, zomaar maakt ze drama voor een tweede oor gehad? Maar nee, echt, als je weet hoe bang ik ben voor needles en voor shots. Dan weet je gewoon van, this is a big thing for me. Maar comment, weet je, heb jij dat ook graag? Vond je het ook eng? Let me know. Heb je andere piercings, neus, bobby of zo? Iets meer naar beneden? Wat heb je? Laat me weten. Baby, wat voor piercings ga jij nemen? Ik ga geen piercing, wat voor piercing moet ik nemen? Ik weet het niet. Meet ik piercing toch? Ik weet niet wat voor piercing jij wil nemen. In je neus. Hmm.